Welkom bij de eerste verkenning Sociale Innovatie Metalectro. Robotisering, digitalisering, 3D-printing, smart-industrie. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en veranderen onze manier van werken. Ook in onze sector. Welke ontwikkelingen zijn voor ons belangrijk en hoe moeten we hierop inspelen? Jullie als bedrijven en wij als sociale partner in de sector. Vandaag gaan jullie met elkaar in gesprek over sociale innovatie. Wij, sociale partners in de Metalectro, faciliteren dit. Wij willen dat jullie gaan discussiëren met andere mensen uit de sector over de technologische ontwikkelingen en sociale innovatie. Belangrijk is hoe jullie daarmee omgaan en hoe jullie denken dat deze ontwikkelingen passen in onze manier van werken en leren. De uitkomsten van vandaag gebruiken wij als input voor gezamenlijke initiatieven in de sector. Vandaag praten wij over Industrie 4.0. Daaronder valt bijvoorbeeld de Internet of Things, robotisering en digitalisering. De eerste, de Internet of Things, zorgt dat overal alle machines, producten en diensten op één netwerk aangesloten zijn en informatie delen voor optimale productie, voorspelbaar onderhoud en klantspecifiek maatwerk. De tweede ontwikkeling is robotisering. Robots zijn niet meer weg te denken in onze maakindustrie. Robots maken het werk lichter en mensen gaan samenwerken met robots. De inhoud van het werk verandert. Er is werk dat verdwijnt, maar bijvoorbeeld via reshoring komt er ander werk voor terug. Digitalisering zien wij overal. Op de werkvloer komt het digitaliseren van een deel van het productieproces steeds vaker voor. Ook werken wij steeds vaker met digitale hulpmiddelen. Die zijn haast onmisbaar geworden. De Sociaal-Economische Raad omschrijft sociale innovatie als vernieuwing van de arbeidsorganisatie en maximale benutting van competenties, gericht op verbetering van de bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent. Een goed voorbeeld van sociale innovatie is een leven lang leren. Vroeger waren opleidingen en trainingen alleen voor enkelen en de groep die ertoe verplicht wordt. Nu is het gelukkig steeds meer vanzelfsprekend voor iedereen: iedereen een leven lang leren. Een ander voorbeeld van sociale innovatie is Learning on the Job. Waarbij je leert terwijl je werkt en je werkt terwijl je leert. Samen met je collega doe je dan aan kennisoverdracht. Zeggenschap over werktijden en opleidingen is ook sociale innovatie. Werknemers die meer zeggenschap hebben over werktijden kunnen werk en zorg goed combineren en beter herstellen van zware arbeid. Het bevordert de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Zeggenschap over gestructureerde werktijden kan via maatwerkroosters, flexibele werktijden en slimmer werkenprojecten. In het boekje van AO Metalectro, de wendbaarheid versterken met flexibele werkpatronen, staan concrete handvaten. Samenwerken, samen denken en samen het net ophalen over sociale innovatie, dat is wat wij zo meteen gaan doen. Wij hebben enkele concrete voorbeelden uit onze sector verzameld. Dit geeft een beeld van wat er in de Metalectro gaande is en geeft dit je input voor het gesprek. Misschien herken jij deze beelden in jouw bedrijf en geeft jou dit ideeën die je met ons wil delen. Ontbijten in je auto, de krant lezen of misschien zelfs een dutje doen. De zelfrijdende auto, het is geen science fiction meer. Brabant gaat ermee experimenteren op wegen tussen Helmond... VDL Netcar. De grote personenautofabriek van Nederland. Daar bouwen ze de nieuwe Mini voor BMW. 1500 robots zorgden ook voor 1500 nieuwe banen. En samen produceren ze 200.000 auto's per jaar in ploegendiensten. Ingenieurs in China zijn even duur als hier. Philips heeft dat kostenaspect goed doordacht en de productie teruggehaald naar Nederland. De scheerapparatenfabriek is sterk geautomatiseerd en biedt werk aan 2000 medewerkers. Bij Goma Hengelo geven werknemers aan dat hun werk aantrekkelijker is geworden door robotisering. De uitdaging is om vaardigheden te ontwikkelen waardoor ze mee kunnen met de nieuwste technieken. Wat we bewust doen, is robotisering combineren met manuele werkplekken. Daardoor blijft de bij ons bij Alping bekende vakmanschap ook behouden. En mensen weten heel goed waar ze het over hebben op het moment dat ze de robots vervolgens moeten gaan instellen en controleren. Bij AWL Techniek Harderwijk zeggen ze: De passie van onze medewerkers maakt het verschil, ook al hebben wij veel geautomatiseerd. MOBA is fabrikant van machines voor het sorteren en verpakken van eieren. MOBA kiest voor duurzame inzetbaarheid door talent te behouden en medewerkers met de juiste competenties gezond, gemotiveerd en wendbaar aan het werk te krijgen en te houden. En dan gaan wij nu beginnen. Graag nodigen we je uit om mee te denken over wat je zelf al merkt of wat je verwacht van technologische ontwikkelingen en sociale innovatie. Wij gaan met elkaar aan de slag om voor sociale partners concrete ideeën en denkbeelden te verzamelen. Wij verwachten veel van jullie, liefst concrete ideeën waar wij in de sector mee aan de slag kunnen.